Kijk, ik heb die kweekswirrels, cakeswirrels van de Action hier heel erg in op het moment. En ik heb er ook een paar, hartstikke leuk. Op het label staat 200 gram 350 meter en je haakt hem met haaknaald nummer 5. Nou heb ik een aantal proeflapjes zitten haken met verschillende maten haaknaalden. Ik zet deze even weg. Mijn andere bol erbij. Kijk, dit heb ik al zitten proefhaken van met welke haaknaald ga ik het doen. Want ja, wat op zo'n label staat, ik geloof het niet altijd achter elkaar. En iedereen heeft weer een andere hand van haken. De een haakt strak, de ander haakt los. Dus ik ben wat gaan zitten proberen en voor mij werkt haaknaald 6 mm. Ik weet niet of je het kunt lezen, maar 6 mm. Daar ga ik mee haken. En ik begin met 12 stokjes in een magische ring. Nou heb ik die magische ring al regelmatig voorgedaan. En hij staat ook als tutorial apart. Dus hier is mijn magische ring. En daar ga ik mee beginnen. Zo, 12 stokjes zei ik, hè. Nou doe ik eerst 1 losse. Zo, om mijn draad een beetje omhoog te brengen. En dan 12 stokjes in de ring. Mijn eerste stokje zo, daar zet ik eerst even een merkje. Voor het gemak. En zo. En dan in die ring nog 11 stokjes bij, zodat ik er in totaal 12 heb. Gewoon stokjes. In die ring, over die 2 draadjes heen, 12 stokjes. Nou, als je er dan 12 hebt, ik trek een beetje aan mijn staartje, zodat het cirkeltje zich sluit. Zo. En dan sluit ik in dat veetje van de eerste stokje, waar mijn merkje in zit, met een halve vaste. Even het merkje eruit. Vind ik een beetje makkelijker. Zo. Dan heb je dit. 12 stokjes in een cirkel. Nou, de tweede ronde. In ieder stokje een vaste met een losse erachteraan. Dus 1 losse om je draad omhoog te brengen. In die steek waar je gesloten hebt. Je eerste vaste. Daar zet ik mijn merkje weer in terug. En een losse erachteraan. Nou, volgende. Een vaste. En een losse. Een vaste. En een losse. Nou, dat doe je helemaal rond. Ieder stokje 1 vaste. En een losse erachteraan. Nou, ik ben geëindigd met 1 losse en ik sluit hem weer in die eerste vaste met een halve vaste. En dan heb ik 12 vaste en 12 losse rondom. De derde ronde, we maken een staand stokje. Dus lus ophalen, of nee, niet, lus optrekken, zo moet ik het zeggen, je lus langer maken. Om je haaknaald. Omslaan, onder die lus op je haaknaald door en onder 2 lussen door. Staand stokje en anders doe je 3 lossen, dat mag ook. In het veetje zet ik mijn merkje, ik moet even onder mijn neus houden, anders zie ik het niet. Zo, in het veetje mijn merkje. En dan ga ik naar die losse opening en daar doe ik 2 stokjes in. Dus niet in de vaste, dit is de vaste hier. En dan heb je hier een losse opening en een vaste. Daarna, nou, in die losse opening komen 2 stokjes. 1 en nog 1 erbij. En dan in die vaste komt 1
stokje. In de vaste, één stokje. In de losse opening, twee stokjes. En in de vaste, één stokje. Als het goed is, eindig je dan met twee stokjes in je laatste losse opening. En dan heb je 36 stokjes. Dus doe dit helemaal rond. Twee in de opening, één in de vaste. Ik vind trouwens die kleur van mijn swirls wel heel erg gaaf hoor. Van zalmroze naar oranje en geel. Ik ben er helemaal blij van. Ik vind hem echt heel vrolijk. Nou, weet je, ik ga dit haken. En ik kom aan het eind van de ronde terug. Nou, mijn ronde gesloten in de steek waar het merkje zat, hè, bovenin met een halve vaste. En je ziet de swirl is onder, swirls, is ondertussen van kleur veranderd. Dat vind ik echt heel spannend om mee te maken. Dat, ik vind dat echt heel leuk. Na de vierde ronde, we gaan vier stokjes op een rij haken. Dus ik begin weer met zo'n staand stokje. Maar doe drie los als jij dat prettiger vindt. Ja, staand stokje. Ik zet een merkje weer in dat veetje. Zo. En nog drie stokjes erachteraan. Volgende steek dus. Het is twee. Drie. En de vierde. Dan heb ik er vier op een rij. De eerste het staande stokje. En drie gewone erachteraan. Dan nu een voorlangs dubbel relief stokje. Twee keer omslaan. En dan het stokje waar je net je laatste stokje in gemaakt hebt. Daaromheen ga je nu dat voorlangs dubbele stokje doen. Dus recht eronder. Aan de ene kant van het stokje steek je in. Aan de andere kant kom je eruit en je gaat onder je twee lussen door, totdat je je dubbele stokje af hebt. En dat is de herhaling eigenlijk. Volgende steek begin je met je eerste van vier stokjes. 1, 2, 3 en de vierde. En dan om dat stokje waar je je laatste stokje in gedaan hebt, die vierde, daaromheen maak je je dubbele stokje. Zo je voorlangs relief dubbelstokje maken. Om dat vierde stokje, tenminste om het stokje waar je vierde stokje in zat. Zo moet ik het zeggen, dan krijg je zo'n dubbel relief stokje en vier stokjes ertussen. Nou, dan blijf je de hele ronde herhalen. Vier stokjes achter elkaar. 1. Ho. 2. 3. 4. Twee keer omslaan voor dat dubbele stokje en die maak je om de steek waar je net je laatste stokje in hebt gemaakt. Nou, doe dit helemaal rond en heb je in totaal 54 steken als het goed is. Nou, eerst even mijn fout verbeteren. Je hebt er geen 54, maar 45. De 4 en de 5, alleen dan omgekeerd. Je hebt 9 keer van die dubbele relief stokjes voorlangs gedaan met 4 stokjes ertussen. Je bent geëindigd met zo'n voorlangs dubbel relief stokje en je sluit je ronde in je eerste stokje. Nou, dan klopt het, dan heb je 45 steken. Ik had even de 4 en de 5 door elkaar gehaald.
Moet geen probleem zijn, toch? Kijk, dan heb je dit. Dan gaan we naar de vijfde ronde. En we beginnen met twee vasten. Dus de eerste vaste. Eén losse om je draad omhoog te brengen. En een vaste in dezelfde steek. Daar doe je dan je merkje in. Zo. En nog een vaste in de volgende steek. Dan gaan we drie dubbele stokjes samenhaken. Twee keer omslaan. En dat doe je om het middelste stokje hier van onderin. Zie je hier deze? Dus niet je vorige ronde, maar de ronde eronder. Daar heb je drie stokjes zo ertussen zitten. Nou, de middelste, daaromheen gaan we drie dubbele stokjes samenhaken. Voorlangs. Dit is de eerste. Niet afmaken. Twee keer omslaan. En in het oogje van dat eerste dubbele stokje, daarin doe je de tweede. Dus onder twee lusjes door. In het oogje. Je lus ophalen. En twee keer onder twee lussen door. En dat doe je nog een keer. Zodat je drie van die niet afgemaakte dubbele stokjes op je haaknaald hebt. Zie je? Drie. En die haal je door. Als je dat gedaan hebt, dan ga je terug naar je vorige ronde, dus waar je normaal gesproken in zou haken. Je slaat geen steek over en je haakt vijf vaste op een rij. Dus geen steek overslaan. 1 en 2. En de derde die valt op dat voorlangs dubbele relief sokje. Dit is 3. Vier en vijf. En dan gaan we weer een bloemetje maken. Dus twee keer omslaan voor een voorlangs dubbel relief stokje, waarvan we er drie gaan samenhaken. Nou, je gaat niet naar je vorige ronde, maar naar die ervoor, daaronderin. Hier heb je je dubbele relief stokje. Dan die ronde daaronder zitten precies drie stokjes tussen. Nou, die middelste, daaromheen je eerste dubbele stokje niet afmaken. Zo. Twee keer omslaan en in het oogje van dat dubbele stokje, onder twee lusjes door zo van het oogje, zijn er twee, hè? Kijk, twee. Je dubbele stokje niet afmaken. Dan heb je er twee op een rij. En dan nu de derde. Twee keer omslaan. In het oogje je lus ophalen. Twee keer onder twee lussen door. Dan heb je drie dubbele stokjes niet afgemaakt. En daar ga je in één keer onderdoor. Zelfde als net. Geen steken overslaan. En dan vijf vaste op een rij. 1, 2, de derde die valt weer op dat voorlangs dubbele reliefstokje. 4 en 5. Doe ik nog één keer dat bloemetje voor. Twee keer omslaan, de ronde eronder, dus niet je vorige ronde, maar die ervoor. Daar zitten drie stokjes tussen die verhoging in. Zie je dat? Hier tussenin. Die drie. En dan de middelste. Voorlangs dubbel relief stokje. Niet afmaken dus. Eén keer onder twee lussen door. En twee keer onder twee lussen door. Twee keer omslaan.
in het oogje van dat voorlangs dubbele reliefstokje je lus ophalen en weer twee keer onder twee lussen door. Dan heb je de tweede half afgemaakt en dan de derde. In dat oogje twee keer onder twee lussen door en dan alle drie samen maken. Geen steek overslaan en vijf vaste op een rij. 1, 2 en de derde valt weer in dat dubbele reliefstokje. 4 en 5. Ga zo helemaal rond, zie ik je hier op het eind weer. Ik ben bijna helemaal rond. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloemetjes gedaan. En ik was begonnen met 2 vaste. En tussen de bloemen zitten er 5. Dus ik moet er nu nog 3. Dan heb ik er ook weer 5 tussen de laatste en de eerste bloem. Dus dit is 1, 2, de derde weer op dat dubbele voorlangs reliefstokje. En ik sluit mijn ronde in die eerste vaste. Zo, en dan heb je dit. Ja, dit is het staartje. Kun je aantrekken als je dat wil. Zo. Ik vind het superleuk zo. Eenvoudig en toch, ja, er zit van alles in. De zesde ronde zijn 54 halve stokjes. Dus ik doe 1 losse om een draad omhoog te brengen. En in die steek waar ik gesloten heb, doe ik mijn eerste halve stokje. Dus 1. En daar zet ik mijn merkje weer in terug. Bovenin, onder het veetje. En dan iedere steek een half stokje. En dat zijn er dan 54 in totaal. Trek die halve stokjes niet te strak. Als je ze mooi gelijkmatig kunt haken. Ja, dat is gewoon het mooist. Veel mensen trekken dan die lus er te strak doorheen. Dat die te laag wordt. Dat die 3 lussen zo op elkaar gefrommeld zitten. Nou, ja. Als je dat consequent doet, oké. Maar het is mooier om die steek ook de ruimte te geven. Gewoon de ruimte die die vraagt, geef hem dat, die ook. En sla geen steken over. Echt iedere steek krijgt een half stokje. Helemaal rondom. En dan heb je er 54 uiteindelijk. Nou, ronde nummer 7. We beginnen met 2 vaste. Dus 1 los om je draad omhoog te brengen in de steek waar je gesloten hebt. Je eerste vaste. Zo. Ik zet er mijn merkje in terug. Zo. En ik doe nog een vaste erachteraan. Als Bolly even van mijn draad af wil gaan, gaat er eens af. Hé, loop eens door. Hij zit nu helemaal verstrengeld in mijn garen. Zo ja, dat is beter. Is ook zo'n vent. Nou, 2 vaste zei ik, hè? Dus nog eentje erachteraan. Zo. Dan doe je een losse. 1 steek slaan we over en dan doen we 3 stokjes in de volgende steek. Ja, dag Christen. Hi. Dus 1 losse, 1 overslaan en 3 stokjes in de volgende steek. 1, 2, 3. En Christina die zit nu heel de tijd hier, kijk, hij zit me kopjes te geven. Gekke vent, ga eens even op zijn man. Meestal ligt hij boven op bed te slapen, maar vandaag dus even niet. Nou, 2 vaste, een losse, 1 steek overgeslagen, 3 stokjes in de volgende steek. Nu weer 1 losse, 1 steek overslaan en 3 vaste achter elkaar.
Yes. 1, 2 en 3. Dan weer een losse. 1 steek overslaan en in de volgende 3 stokjes. 1, 2, 3, een losse, 1 steek overslaan en dan weer 3 vaste achter elkaar. 1, 2 en 3. Een losse, 1 steek overslaan, 3 stokjes, 1, 2, 3, 1 losse, 1 steek overslaan en 3 vaste. Nou, zo ga je helemaal rond. Zo, zie ik je hier op het eind weer. Ik ben bijna helemaal rond. Ik heb mijn 9e groepje van 3 stokjes gedaan en een losse erachteraan. En dan heb ik hier nu nog 2 vaste. Eén ervan sla ik over en in de tweede maak ik een vaste. En als ik dan sluit in mijn eerste vaste, heb ik ook hier weer een groepje van 3 vaste tussen die groepjes van 3 stokjes zitten. En dan heb je dus 9 groepjes van 3 stokjes en 9 groepjes van 3 vaste. En dan ben je klaar met ronde nummer 7. Nou, ronde nummer 8. Hier gaan we verschillende steken afwisselen. Dus je moet goed opletten waar je bezig bent. Ik begin met 1 staand stokje. Je mag ook 3 losse doen als beginstokje. En dan komt er net een vliegtuig weer. Nou ja. Ik doe een merkje weer in het veetje van dat stokje. Zo. En dan doe ik 2 lossen. 1 en 2. In die losse opening, daarin doe ik een half stokje. Een half stokje. En 2 lossen. Dan in het groepje van 3 stokjes, de middelste, daar doe ik een vaste. En 2 losse. In de losse opening, daar komt weer een half stokje. En 2 losse. Het groepje van 3 vaste. De middelste daarvan, daarin doe je een stokje. En dan ben je rond met de herhaling eigenlijk. Dus het is niet ingewikkeld, alleen even opletten waar je bent. 2 lossen. In die ene losse opening, daarin komt een half stokje. 2 lossen. Het middelste stokje krijgt een vaste. 2 lossen. De losse opening, die krijgt een half stokje. 2 lossen. De middelste vaste, die krijgt een stokje. Nou, ga zo rond. Zie ik je hier aan het eind weer. Nou, mijn laatste losse opening heeft een half stokje gekregen. Ik doe nog 2 lossen en ik sluit mijn ronde boven op het eerste stokje. En als jij 3 lossen hebt gedaan, dan sluit je in je derde losse. Met een halve vaste en dan heb je weer een ronde af, ronde 8. En voor iedereen die wil weten hoeveel van wat en zo, ik heb het opgeschreven. Je hebt 9 vaste gemaakt. 18 halve stokjes en 9 stokjes en 36 keer 2 lossen.
Als je dat dan hebt, dan zou het moeten kloppen. Nou, de negende ronde. Ik ga met een halve vaste naar mijn eerste twee losse opening. Zo. En dan iedere losse opening gaat 3 stokjes krijgen. Nou, ik begin weer met een staand stokje. Vind ik gewoon het mooist. Maar doe wat jij wil, hè. Zo. En nog 2 stokjes erbij. Dan heb ik er 3 in mijn eerste opening. Zo. 3 in de opening. Ga je naar je volgende losse opening. En ook daar doe je 3 stokjes in. 1. 2. En 3. Volgende opening, 3 stokjes. 1. 2. En 3. Nou, doe dit helemaal rond. Iedere opening krijgt 3 stokjes. Nou, in totaal heb ik 108 stokjes gedaan. En je ziet dat dat best wel gul is. Het rimpelt een beetje. Zie je dat? Niet overdreven, maar het zijn wel veel stokjes eigenlijk voor deze ronde. Maar dat komt goed. We gaan een boordsteek haken. Het betekent 1 stokje voorlangs en 1 stokje achterlangs. Begin met 3 lossen. 1, 2, 3. In mijn derde losse, voor het gemak, zet ik mijn haakje weer terug, mijn merkje. Zo. En die telt als achterlangs stokje op deze. 3 lossen. Omslaan het volgende stokje een voorlangs relief stokje. Draad erbij pakken. Zo. Omslaan en het volgende stokje een achterlangs relief stokje. Dus van achter langs je stokje je lus ophalen. En gewoon je stokje afmaken. Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar dat is het gewoon echt niet. Het ligt alleen aan de manier van insteken. Dan gaan we nu weer een voorlangs relief stokje maken. Dus van voor om je stokje heen en je stokje maken. En dan weer een achterlangs relief stokje. Dus van achter om je stokje heen. En dit doe je de hele ronde. 1 stokje van voren erlangs, eromheen eigenlijk, hè. En 1 stokje van achter eromheen. Dus het is maar net hoe je insteekt, hoe of dat die stokje dan genoemd wordt. De volgende weer. Van voor om je stokje heen steken. En die erna van achter om je stokje heen steken. Nou, doe dit helemaal rond. Dan eindig je met een voorlangs stokje. En dan heb je 108 steken weer gedaan. 54 achterlangs en 54 voorlangs. En dan sluit je weer bovenop je derde losse, waar ik dat merkje in gedaan heb. Ik vind dat gewoon handig, het hoeft niet zo'n merkje, maar ik vind dat prettig. En dan heb je ronde nummer 10 gedaan. Zie je, zo krijg, hier krijg je dan dat boordsteek. En achter ook. Zie je? Doe dit helemaal rond. Nou, ik ben helemaal rond. En ik heb mijn ronde gesloten in die derde losse. En ik heb een mooi cirkel met als laatste dat boordsteekje zo. Ondertussen is er weer een nieuwe kleur begonnen van die bolt. Het is zo grappig en spannend om mee te maken. Maar goed, we hebben een cirkel en nu gaan we hem vierkant maken.
Dat betekent een hoop taalwerk en goed opletten. We beginnen met 4 vasten. Dus 1 los om je draad omhoog te brengen. En in de steek waar je gesloten hebt, daar maak je je eerste vaste. 1. In de volgende. 2. Die erna. 3. En de volgende. 4. Dan heb je 4 vasten op een rij. En in die eerste zet ik mijn merkje weer terug. Gewoon voor mijn gemak. Dan 3 halve stokjes. Eén. Twee. En 3. Dan 4 stokjes. Dus de steken worden steeds iets hoger naar de hoek toe. 4 stokjes. 1. 2. 3. En 4. Dan komt er 1 dubbelstokje. Dus 2 keer omslaan. 1. Zo. Zie je? Dan wordt het al een beetje rechter naast je cirkel. Zo. Want dat is de bedoeling, hè? Dat je hoeken gaat krijgen. En dan 1 losse. 2 keer omslaan voor een dubbel stokje en de volgende steek overslaan. Dus hier doe je niks in. Je gaat naar de volgende en daarin haak je 3 dubbele stokjes samen. Dus 1 over, je hebt een losse gedaan, 2 keer over, omgeslagen. 1 steek overslaan en in de volgende een cluster haken, zo heet dat, van 3 samengehaakte dubbele stokjes. Dit is 1. Wel 2 keer omslaan, want het is een dubbel stokje. Dus hier heb ik er 2. En nog een keer. Dan heb ik er 3. 3 dubbele stokjes en die haak ik samen. Zo. Dan doe ik 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan in de volgende steek haak ik weer 3 van die dubbele stokjes samen. Eén. Twee. Drie. En in 1 keer onderdoor om het samen te haken. Dan doe je 1 losse, 1 steek overslaan en in de volgende steek een dubbel stokje. Zo. Dan 4 stokjes, want we gaan nu dit stukje hier ook haken. 4 stokjes. 1, 2, 3, 4, dan 3 halve stokjes, 1, 2 en 3 en dan 7 vaste. 1, 2, 3, 4,
5. 6. En nog 1 voor 7. Kijk. En dan heb je dit. Dit wordt de hoek. Zie je dat die al behoorlijk recht wordt, die zijkant? Ik pak ondertussen even wat wol erbij, hè? Zo. De zijkant wordt al behoorlijk recht. En je hebt al 1 hoek. Nou, dan gaan we hier de volgende hoek maken, net als hier. Hier zijn we begonnen met 4 vaste. Dat is een deel van de zijkant. Hier hebben we er nu 7. Maar na dat rijtje vaste komen die halve stokjes weer. En dat waren de 3. 1, 2 en 3. Dan 4 stokjes. 1. Er zit een knoopje in die draad. Nou ja, dat is 1. 2. 3. 4. Dan het dubbele stokje, eentje ervan. Een losse. 1 steek overslaan en in de volgende weer zo'n cluster van 3 samengehaakte dubbele stokjes. Dus 1 overslaan en in de volgende steek 3 dubbele stokjes samenhaken. 1. 2 en 3. In één keer doorhalen. 3 lossen. 1, 2, 3. En in de volgende steek weer 3 van die dubbele stokjes samenhaken, zo'n cluster. 1, 2. En 3. En dan heb je weer een hoek hier. Dezelfde als hier heb je nu hier. Nou, doe ik nog 1 keer tot en met die 7 vaste. En dan is dat de herhaling voor de hele ronde. Hè. Dat is dan niet zo moeilijk. Je doet 1 losse. 2 keer omslaan. 1 steek overslaan. En in de volgende 1 dubbel stokje. 4 de stokjes. Dat zijn er 4. 1. 2. 3. 4. Dan 3 halve stokjes. 1. 2. En 3. En dan 7 vaste. 1. 2. 3. 4. 5. 6. En 7. En dan ga je weer verder met je 3 halve stokjes, 4 stokjes, 1 dubbele stokje. Een losse, steek overslaan en die 2 clusters en dan heb je de hoek weer. Spoel even terug. Doe zo deze hoek en ook deze hoek. En dan moet je niet schrikken als je maar 3 steken overhoudt van de vaste. Want je hebt er hier al 4 en dan moeten er dus 3 bij om er hier ook weer 7 van te maken. Ik zie je hier onderin terug. Nou, ik ben dus inderdaad geëindigd met 1, 2, 3 vaste. En dan kan ik mijn ronde weer sluiten in mijn eerste, zodat ik er hier ook weer 7 op een rij heb. Zo. En dan wordt hij al behoorlijk vierkant. Zie je? Het is nog een beetje rond, maar dat komt in de volgende ronde weer beter. Of zelfs wel helemaal goed volgens mij. Kijken. Ja, volgens mij wel.
we zien wel. Ronde 12 gaan we doen. Ronde 12 al. Nou, we beginnen met 5 vasten deze ronde. Dus 1 los om je draad omhoog te brengen. En in de ronde waar je gesloten hebt, je eerste vaste. Merk je erin. En 4 vaste erachteraan, zodat je de 5 op een rij hebt. Dit is dan 1, 2, 3, 4 erachteraan. Dan heb je er 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, 3 halve stokjes. 1. 2 en 3. Dan 2 stokjes. 1 en 2. Dan doe je 1 losse. En die laatste 2 steken, die sla je over. Je gaat naar de losse ruimte hier. Bij je eerste blaadje en je laatste dubbele stokje daar tussenin. Daarin haak je weer 3 van die dubbele stokjes samen. Net als deze, die doen we hier nu weer. Dus in die opening 3 dubbele stokjes samen maken. 1, 2 en 3. 2 lossen, 1 en 2 en in de hoek. Daarin 3 dubbele stokjes samen haken. 1 2 3 draad weer bijpakken, zo. Die gaan we weer samen haken. En we doen 2 lossen. Deze opschuiven. En we gaan nog een keer 3 dubbele stokjes samen haken. 1. 2. 3. Dan weer 2 lossen. 1 en 2. En nog een keer een cluster van 3 dubbele stokjes samen gaan. Ik breek er mijn tong over. In diezelfde hoekopening nog een keer zo'n cluster. Dus 3 dubbele stokjes samen haken. 1. 2. En 3. Dan doe je weer 2 lossen. En nu ga je weer naar die 1 losse ruimte. Nu na je blaadje van de hoek. Zie je? Hier hebben we er 1 gedaan. En nu gaan we er hier ook 1 doen. En je hebt er dan 3 in het midden. Dus in die opening weer 3 dubbele stokjes samen maken. 1, 2 en 3. Dan 1 lossen. Twee steken overslaan. De eerste die zit hier verstopt onder dat cluster. Tweede sla je ook over en in de derde begin je met 2 stokjes. Dus in hier de eerste en in de volgende de tweede. Dan 3 halve stokjes. We zijn nu weer aan de rechterzijkant bezig, hè? 1, 2,
2. En 3. En dit keer 9 vasten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En 9. En dan heb je dit zo. Dit is de hoek. En dit is de rechte zijkant zo. Ja, zal ik nog één keer zo die hoek doen? Is misschien wel makkelijk, hè? Je kunt ook wat terugspoelen, maar ach, vooruit. We hebben 9 vasten gedaan. Dan komen nu 3 halve stokjes. 1, 2 en 3. Dan 2 stokjes. 1, 2. En anders schrijf even mee dat je het voor jezelf opschrijft wanneer je wat moet doen. Dat is misschien ook wel handig. 1 losse. Die laatste 2 steken, die sla je over. Je gaat naar de losse ruimte hier. En daarin haak je weer zo'n cluster. 1. 2. 3. 2 losse. 1 en 2. En dan 3 van die groepjes hier in de opening. En daar doe je dan 2 losse tussen. Net als net. Hier ook 2 losse. En ervoor 1 losse. En straks erna 1 losse. Ik zie nou ineens, oh, ik heb een vuile nagel. Gisteren was het heel mooi weer. En toen heb ik ook nog lekker even wat in de tuin gedaan. Een beetje onkruid getrokken en zo. Plantjes water geven. Wat dode takjes weggehaald. Op zo'n manier, weet je wel. Nou ja. En er blijft altijd wel een beetje van achter onder mijn nagels. 2 losse. En dan de tweede groep van 3 dubbele stokjes. 1. Nou ja, we doen het er maar even mee hoor. Het gaat tenslotte om het haakwerk. 2. 3. Doorhalen. Een beetje opschuiven. En het derde groepje van 3 dubbele stokjes samengehaakt. 2 losse ertussen, hè? Eén. Twee. Drie. Dan weer. 2 losse. En hier, na je laatste blaadje van de vorige ronde, hier, daar doe je weer zo'n cluster. Dus 3 dubbele stokjes samenhaken. Ik zei net al, daarna, na je laatste cluster, 1 losse. Dus voor je eerste cluster en na je laatste cluster, 1 losse. En ertussen steeds 2. Nou, en dan gaan we nu weer die rechte zijkant doen. Je begint met 2 stokjes. Als je 2 steken hebt overgeslagen. De eerste die je overslaat, die zit verstopt hier onder je laatste cluster. Die sla je over en de volgende sla je over. En daarna begin je dan met 2 stokjes. 1. En 2. Deze heb je overgeslagen. Deze, die heb je overgeslagen. En die. En dan 2 stokjes. Dan 3 halve stokjes. 1. 2. 3.
En dan weer 9 vasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Nou, en dan begin je weer met die halve stokjes. En dan kun je de volgende hoek maken. En hier nog de laatste hoek. En dit keer eindig je met 4 vasten. Omdat je hier al 5 vasten gedaan hebt bij het begin, eindig je dan met 4. En dan heb je er toch weer 9 op een rijtje. Ik zie je straks weer. Nou, ik ben rond. En het klopte, ik eindigde met 4 vasten. En nu gaan we een rondje vasten doen. Begint met 1 losse om je draad omhoog te brengen en in de steek waar je gesloten hebt, daar je eerste. En ik zet mijn merkje daarin terug. En je ziet, ik heb hier alvast 4 merkjes neergelegd voor zometeen in de hoek voor het gemak weer. Want daar zijn die merksteekjes voor, die steekmarkeerders. Ik zeg steeds merksteekjes, nou ja, steekmarkeerders. Ik moet er nu 10 vasten op een rij hebben en ik heb de eerste al gedaan. Dus dit is 1. En dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10. Dan ben je bij die losse opening. Hier zit 1 losse tussen, dus daar komt 1 vaste in. Dan kom je bij je cluster. Je cluster, daar maken we een voorlangs relief vaste omheen. Klinkt ingewikkeld, is het niet. Je steekt in de opening in, je gaat achter door. En aan de andere kant van je groepje kom je weer tevoorschijn. Dan sla je om, je haalt je lus op en je maakt gewoon een vaste. Dus dat voorlangse relief wil alleen maar zeggen dat je van voren er langs steekt. En relief, omdat je er omheen haakt, dan komt hij naar voren te liggen zo. In voorlangs relief vaste. Daarna is een opening van 2 lossen, dus daar komen 2 vasten in. 1 en 2. Dan heb je weer zo'n cluster, dus weer zo'nzelfde voorlangs relief vaste. Voorlangs insteken, je gaat er langs en je komt weer tevoorschijn. Omslaan, lus ophalen en je vaste maken. Een losse opening, dus 2 vaste. 1 en 2. En dan ben je bij je middelste cluster. Daar gaan we een hoek van maken. Je begint met zo'n voorlangs relief vaste. Zo. Dan doe je een losse. En om die losse heen, gewoon zo leg je je merkje, je steekmarkeerder, dat die er zo omheen zit. Voor het gemak, het hoeft niet, maar ik vind het mijn leven makkelijker maken. Nou doen we om datzelfde cluster weer zo'n voorlangs relief stokje. Dus weer eromheen. Lus ophalen en je vast te maken. Dan heb je hier je hoek zitten. Precies waar je merkje zit, dat is je hoekopening. Nou, 2 losse opening, dus 2 vaste. 1 en 2. Een cluster, dus een voorlangs relief vaste. 2 losse opening, dus 2 vaste.
een cluster, dus weer een voorlangs relief vaste. Je één losse opening, die moet je vooral niet vergeten. Je hebt hier echt na je laatste cluster een één losse opening. Net zo goed als dat je die ervoor had. En daar doe je één vaste in. En dan heb je zo je hoek. Nou, nu krijgt iedere steek krijgt een vaste. En dan moet ik even goed kijken. Volgens mij zijn dat er 19. Dit zijn 19 steken. Dus ook die eerste die misschien een beetje verstopt zit onder je laatste vaste, ook die krijgt er een. Dus gewoon 19 vasten op een rij. En dan doe je de hoek weer. Dus ik haak mijn 19 vasten. Lekker simpel, lekker makkelijk. Zie ik je bij de hoek weer terug en dan doen we die nog een keer samen. Mijn laatste dubbele of laatste stokje hier was het, was geen dubbel stokje, was een stokje. Die heeft een vaste gekregen en nu komen we weer bij de hoek. Die doen we nog één keer samen dan. Eén losse opening, dus één vaste. Een cluster, een voorlangs relief vaste. Een twee losse opening. Dus twee vaste. Een cluster, dus daar ga je weer omheen. Twee losse opening, dus twee vaste. En dan ben je bij de middelste cluster, het cluster, het middelste cluster. En daar gaan we die hoek weer van maken. Dus eerst een voorlangs relief vaste, dan een losse, dan een merkje zo om die losse heen. Ja, hij zit er gewoon omheen. En om datzelfde cluster nog een keer zo'n voorlangs relief vaste. Dat is dan je hoek. Dat is je hoek. Nou, dan heb je weer een twee losse opening. Dus twee vaste erin. Een cluster. Dus dan maak je weer zo'n voorlangs relief vaste omheen. Twee losse opening. Dus twee vaste. Een cluster. Daar gaat er weer één omheen. En dan een één losse opening. En daar gaat er ook weer één in. Nou, en dan je 19 steken weer. En dan heb je zo meteen dit. Het gaat een beetje bol staan, zo. Zie je? Hier ook. Het gaat een beetje bol staan. Als ik hem zo hou. Zo, zie je het? Beetje omhoog. Gewoon grappig. Vind ik zelf. Ja, niks mis mee. Nou, doe dit helemaal rond. En dan zie ik je hier onderin weer. Nou, ik heb hem af. 13 ronden. Daar is hij in gemaakt. En voor de gegevens. Hij weegt 60 gram ongeveer. Dus van die bol van 200 gram heb ik hier nu nog 140 gram over. Nou, daar kunnen er zeker nog twee uit. En hij is niet opgespannen, is hij 32 centimeter. Je kunt hem nog opspannen, hè? Zo blokken, dit. Dat kan, als je dat wil. En dan per zijkant heb je 35 vasten en 1 losse. Yes. Eén losse in de hoek en dan 35 vasten. En dan komt de volgende losse, 35 vasten. Nou, dat zijn een beetje de gegevens, denk ik. Het is een manier om van een cirkel een vierkant te maken. Het zijn er natuurlijk legio. Maar ja,
veel plezier ermee als hij al zo groot is. Nou, als je dan een babydeken wil maken, dat kan makkelijk. Haaknaald nummer 6, hè, en die svuls. Maar je kunt ook andere garen gebruiken, dat maakt echt niet uit. Alleen ja, dan wordt ook de afmeting anders en de hoeveelheid wordt anders aan garen. Dat weet ik allemaal niet. Dit is wat ik bedacht heb. En ja, ik wens je er heel veel haakplezier mee. En graag tot een volgende tutorial.